Welkom in de Veenkoloniën. Een prachtregio met veel natuur, historie en trotse en actieve inwoners. Maar in de Veenkoloniën is ook sprake van kansenongelijkheid en gezondheidsachterstanden. Het meerjarige programma Kans voor de Veenkoloniën geeft een impuls aan de gezondheid van iedereen in onze regio met ondersteuning van het ministerie van VWS. Hoe pakken we dit aan? We initiëren en ondersteunen projecten op het gebied van werk, gezonde leefstijl, armoede, jeugd, geboortezorg en laaggeletterdheid. Door in te zetten op preventie willen we de zorgkosten in de regio verlagen, zodat zorg ook in de toekomst houdbaar blijft. Samen met inwoners, 11 gemeenten en organisaties heeft Kans voor de Veenkoloniën een actieve beweging op gang gebracht. Vanaf de start in 2015 werken we gezamenlijk hard aan veel verschillende projecten. Zo zijn er in iedere gemeente taalhuizen opgestart om laaggeletterdheid terug te dringen. Hier kunnen mensen geholpen worden met lezen en schrijven. Samen met FC Groningen en FC Emmen werken kinderen aan een gezonde leefstijl. Per seizoen doen er ruim 80 basisscholen in 2 provincies mee. Vanuit het project Goede Start is er aandacht voor kwetsbare zwangeren en jonge gezinnen, om in de eerste cruciale 1000 dagen een goede start te creëren voor de nieuwe generatie. Elk jaar worden er zo'n 4000 zwangeren en jonge gezinnen bijgestaan. Generatiearmoede wordt aangepakt via de inzet van ervaringsdeskundigen van Sterk uit Armoede en via de Alliantie van Kracht. Alleen samen breng je een echte verandering teweeg. Inwoners krijgen daarom ook een belangrijke stem en invloed op hun leefomgeving. Dat doen zij in het groeiende netwerk Kracht van de Veenkoloniën, van ruim 60 bewonersinitiatieven rond thema's als armoede, gezondheid, wonen en eenzaamheid. Samen met de energie van onze inwoners maken we het leven in het Veengebied mooier en gezonder. Wij gaan voor een betere gezondheid. Sluit u zich aan om deze beweging voort te zetten?